Hey, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video van Bouw een Vermogen, waarin we het aandeel Microsoft gaan waarderen en naar de belangrijkste prijslevels gaan kijken. Nou, het waarderen doe ik altijd op basis van de discounted cashflow methode, waar je het sheet voor je ziet. En die discounted cashflow methode doe ik dan op basis van de EPS, maar het kan bijvoorbeeld ook op cashflow. Je kunt dividend daarin meenemen. Dus ik doe hierbij een aantal aannames en ik doe deze berekening op een bepaalde manier, zoals je hoort. Maar dat hoeft voor jou dus niet het geval te zijn. Je kunt andere methoden gebruiken, je kunt deze methode gebruiken, alleen dan net wat anders uitgevoerd. Dus daarmee wil ik zeggen, ga niet blind uit op wat ik in deze video noem, maar doe altijd je eigen onderzoek. Zoals gezegd, op basis van de EPS kijk ik op Seeking Alpha altijd. Dat is het enige platform wat ik eigenlijk nog gebruik. Er is momenteel trouwens nog een actie waarbij je voor zo'n 50% korting Seeking Alpha Premium aan kunt schaffen, zodat je ook de ratings hier aan de rechterkant ziet. Nou, die 50% korting die kun je krijgen door het linkje in de beschrijving en in de vastgepinde reactie onder deze video te klikken. Dan ondersteun je het kanaal ook nog een beetje daarmee, wat ik natuurlijk enorm waardeer. En voor nog geen, ik dacht, 8 of 9 euro per maand heb jij Seeking Alpha Premium. Nou, als we kijken naar de EPS, dan zit hij op 9,32. Die vul ik hierin. Die wordt overgenomen in de andere scenario's, want zoals jullie wellicht weten doen we een normal case scenario, een best case scenario en een worst case scenario. Dus dat kun je eigenlijk noemen normal case, bull case, bear case. Nou, die EPS die is overgenomen in de opvolgende jaren zoals je ziet. En eigenlijk moet ik deze ook alweer aanpassen, zie ik. En dit is dan 2031. Meteen even aanpassen, want we hebben natuurlijk de EPS van het laatste jaar, 2022. Nou, die wordt dus overgenomen en daarin wordt nog geen groei meegenomen. Dus we moeten gaan bepalen voor de normal case, dus dat wil eigenlijk zeggen op basis van de historie en op basis van misschien wat analisten zeggen, hoe snel zal het bedrijf de komende 5 tot 10 jaar gaan groeien. En dan moeten we eigenlijk niet te conservatief zijn. Dat doen we bij de worst case scenario. En ook niet heel optimistisch, want dat doe je bij de best case scenario. Dus eigenlijk gewoon op basis van een normale groei. Nou, kijken we hier naar growth. Nou, wat zien we dan? Als we kijken, diluted EPS. Je hebt ook nog diluted EPS growth, forward en year over year. Nou, je ziet, die zitten allebei voor de sector rond de 12 tot 15. Nou, diluted growth year over year was min 4. EPS diluted growth forward growth was 10 ongeveer. Nou, wat zien we dan nog hier terug? Afgelopen 10 jaar was dat 17%, 5 jaar 38, 16. Ja, laatste jaar year over year min 4. Nou, kijken we naar de revenue nog, de groei. Als je dat eventueel mee wilt nemen, 10% year over year, 15 over de 3 jaar, ook over de 5 jaar. En dan kijken we naar de afgelopen 10 jaar, is het ongeveer 11%. Dus ja, dan moet je voor jezelf op basis van deze cijfers gaan bepalen als Microsoft blijft presteren zoals in het verleden. Hoe hard zal de EPS dan ongeveer groeien? Nou, ik denk als we hier ongeveer 10% aanhouden voor de komende 5 jaar en 8% voor de komende 5 tot 10 jaar, dat dat best reëel is. Nou, dan moeten we bepalen de discount rate. Nou, wat houdt dat in? Ga jij in een ETF beleggen en jij koopt die bijvoorbeeld iedere maand? Nou, dan kost je een paar minuten tijd en in die paar minuten tijd koop je zo'n ETF en pak je gemiddeld zo'n historisch gezien 10% rendement. Nou, dan ga je dus, als je in individuele aandelen gaat beleggen, dan wil je dus minimaal die 10% hebben, die 10% rendement.
Want anders had je natuurlijk net zo goed in een ETF kunnen gaan beleggen, wat je minder tijd kost en waar je eigenlijk in principe geen omkijken naar hebt. Dus dat is eigenlijk wat je hier zegt. Hoeveel rendement wil je toch minimaal maken om dat verschil zeg maar goed te kunnen maken? Nou, in een normal case, als we daar bijvoorbeeld dan 12% pakken, dan is dat vrij conservatief in mijn ogen en een prima discount rate. Dat is straks verschillend bij de best case en worst case, dus dat laat ik straks nog even zien. Als laatste moeten we de terminal multiple pakken. Nou, wat houdt dat in? Dat is de PE ratio. Dus wat willen mensen eigenlijk betalen voor dit aandeel? Nou, dat zien we terug bij valuation. Momenteel is de forward PE zo'n 27. Nou, het sectorgemiddelde ligt rond de 20, dus laten we de 20 hiervoor aanhouden. En dan zien we dat we uitkomen op een intrinsieke waarde van $131. Nou, dan moeten we nu hetzelfde gaan doen voor de best case scenario. Ja, een best case scenario wil eigenlijk zeggen dat het scenario wat je hier schetst, dat die wat optimistischer is. Dus dan pakken we bijvoorbeeld 12 en 10% groei. Nou, discount rate zou ik altijd wat hoger pakken. Nou, waarom? Bij een best case scenario ben je natuurlijk wat meer optimistisch, zoals gezegd. Dus het is wel een hoger risico omdat dit scenario minder snel uit zal spelen in de toekomst dan bijvoorbeeld een normal case scenario. Dus vandaar zou ik toch altijd die wat hoger pakken. En dan bij de PE, dus wat hebben beleggers over voor dit aandeel in het best case scenario, dus dat is dan een hogere PE. Nou, dan pakken we daar 25. Komen we op $162,17 uit. Nou, en om dat verschil nog even te laten zien, we hebben 14% discount rate, kom je dus op $162,17. Nou, pak je die dus ook 12, net zoals de normal case scenario, ja, dan kom je al op $193,57. Je koopt dus een aandeel dan veel sneller voor een hogere prijs. Dus om jouw rendement uiteindelijk goed te hebben na al die jaren, ja, die kans is dan natuurlijk kleiner omdat je het aandeel voor duurder hebt aangekocht. Nou, dan nog voor de worst case scenario. Daarbij ga je dus uit van het slechtste geval. Als we hier 8 en 6 pakken, nou, dan kun je dus wel een lagere discount rate pakken van 10 en een multiple van bijvoorbeeld 15. Dus in de worst case scenario met deze prestaties betaal je ongeveer $100 voor het aandeel. Nou, dan komen we op het gemiddelde uit van 131,25 op basis van deze verdeling, dus dat wil zeggen, scenario 1 komt in 40% van de gevallen voor of weegt 40% mee. Best case 30 en worst case 30. Nou, laten we dat iets veranderen, dat we ervan uitgaan dat in ongeveer de helft van de keren het normal case scenario uitkomt. Dus die weegt mee voor 50%. Pakken we de andere twee op 25%. Dus dan komen we uit op ongeveer $131. Nou, dat is dus de intrinsieke waarde. Kijken we dan naar Microsoft in de sheet hier, of in de chart moet ik zeggen. We zitten al op de weekly. Als ik even kijk naar de eerste levels, nou, dan zie je eigenlijk al deze zone. Dus eigenlijk was dit al een heel mooi level om te kopen, wellicht waar de prijs een paar, even kijken, begin dit jaar op uitkwam. Maar goed, wij zaten met onze gemiddelde waardering op de 130, dus dat is, ja, precies in deze zone. Je ziet dat daar ook dus een hele duidelijke zone is waar de prijs is gaan rangen en waar die hier support heeft gevonden en toen verder is gestegen.
De vraag is dus, we komen hier gemiddeld op uit, is in mijn ogen vrij laag. Dus wat hebben we dan in de normal case 130 en best case 162? Nou, normal case komen dus, even nog een keer kijken, 130, 162. Ah, dan heb ik net, sorry, daar heb ik net dus al de normal case erin gezet. Die was ongeveer net zo hoog zoals je ziet. Nou, dan staan we alleen de best case. Die zit rond 160. Ja, dat is ongeveer hier. Is niet echt een prijslevel zoals je ziet, maar nog wel een heel stuk lager dan de huidige koers. Wat zou dan een volgende grote level zijn? Want je bekijkt het eigenlijk per level. Dat zou rond de 195 tot $205 zijn. Nou, kijken we waar de prijs nu op zit, dan zie je eigenlijk al dat die wel tegen een resistance aan zit. Hier is dat level waar die ongeveer support op vond. Wat ik mezelf nu afvraag is: gaat die breken? Gaat die daar support op vinden en dan verder door omhoog? Of gaan we hier wel resistance op vinden? Gaan we retracen? Gaat hij hier support op vinden? Of gaan we wellicht toch daar nog doorheen breken en richting de volgende support? Nou, de volgende support, dat is in mijn ogen toch al een heel mooi level. Dit level twijfel ik zelf nog over. Dan zou ik dieper op de cijfers in moeten duiken ook. Misschien nog wat dieper op die schattingen ingaan. Dus nu heb ik eigenlijk op basis van historische gegevens een wat snellere schatting gemaakt en op basis daarvan de intrinsieke waarde bepaald. Maar ja, je kunt daar natuurlijk nog veel en veel dieper in duiken. Je kunt kijken, nou, waar bestaat Microsoft uit? Welke bedrijfsonderdelen? Hoe doen die verschillende bedrijfsonderdelen het? Hoe zie ik de toekomst daarin? Gaat bijvoorbeeld Microsoft Office, nu met al die abonnementen, wat een heel mooi businessmodel is. Gaat er nog veel groeien? Want hoeveel gebruikers hebben ze nu? Hoeveel gebruikers schatten ze te hebben in de toekomst? Wat voor impact heeft dat op de winst die ze maken, op de cashflow? Dus ja, dat zijn echt allemaal dingen die je mee kunt nemen, die je voor jezelf wat dieper moet onderzoeken. Vandaar dat ik in het begin ook zei: dit zijn een aantal aannames die ik nu doe op basis van deze sheet. Maar ja, je kunt er nog veel en veel dieper op ingaan natuurlijk. Dus vandaar dat ik ook al heel duidelijk aangaf: ga niet zomaar uit van de waarden die nu hieruit zijn gekomen. Maar doe natuurlijk je eigen onderzoek. Ik ga zelf dus even nog niks doen met het aandeel. Ik ga even kijken wat de prijs gaat doen. En op basis daarvan ga ik telkens stap voor stap bepalen ja, wat ik ga doen. Of ik het aangekopen of niet. Of gewoon nog lekker wacht zoals nu. Ik hoop in ieder geval dat dit een beetje een duidelijk beeld geeft aan jullie. Mochten jullie zelf een intrinsieke waarde hebben gedaan op dit aandeel, laat even in de beschrijving weten. Of ik moet zeggen in de reacties onder deze video waar jullie op uitkomen. En wat jullie verwachten van Microsoft. Ik ben heel benieuwd namelijk hoe jullie daar tegenaan kijken. Vooral de mensen die zich echt al veel meer verdiept hebben in het aandeel als ik. Voor nu ga ik deze video afsluiten. Dus dankjewel voor het kijken maar weer. Als je dit een leuke video vond, geef even dat duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op het kanaal en op het belletje te klikken. En dan zie ik jullie graag weer terug bij de volgende video. Ciao!